Hallo, ik ben Danny en dit is Björn en wij zijn van het kanaal Mega Minecraft NL. En we gaan vandaag een adventure map spelen. Yep, en die adventure map heet The Old Ones. En ik heb eigenlijk geen idee door wie die is gemaakt. Maar we gaan het zien. Volgens mij komen de credits dan vast wel ergens aan het einde of zo. Maar goed. Dus jullie wel, we gaan even lekker spelen. Ja. We hebben dus in elke adventure map heb je ook gewoon echt regels. Alsof het niet duidelijk genoeg is. Zoals gewoonlijk, geen blokken breken. Je mag alleen TNT, redstone en dat soort shit plaatsen. Niks anders, staat er nog specifiek bij. Je mag niet de dispensers leeghalen. Je mag wol, boekenkasten en TNT aansteken of in de fik zetten. En je mag alleen het vuur uitmaken wat je zelf hebt aangezet. En als er een bordje is, dan moet je een tekstfile lezen. En die zal Björn gaan voorlezen. Oké. Okay. Nou, het is laat. De zon die komt, alleen niet, die gaat onder. Oh. En we zijn bij een random inn in the middle of nowhere. Awesome. Ik weet ook niet waar we vandaan komen, want er staan ook wel hekjes. En er is een chest. Stupid. Deze mag je meenemen, toch? Oh ja, tuurlijk. Is dat is wel handig. Ja, dat is wel handig inderdaad. Huppakee. Laten we eens even gaan kijken. Mag ik ook wat dingen? Yay. Nee. New stone sword, I have a sword. Hier, brood. Oh, brood. Ik ben naar beneden. Ja, dan moet je weer naar boven. Ah, dat is nog de tweede keer dat ik boven ben gelopen. Oké. Okay. I have a sword, you don't have a sword. Wacht even, ik mis mijn hut. Ja, hier, Chrissy. En in. Dus betekent dat we erin moeten? Dat is goed. Read NPC dialogue 1. What the fuck did you do? Read NPC dialogue 1. Dialogue 1 is: Hello there, and welcome to this inn. If you would like to stay here, we have rooms available. And you can stay here as long as you want. Awesome. Is er boven nog iets? Een bed. Iets van de kist of zo. Met die je trouwens slapen. Oh, er is maar één bed trouwens. Twee. Zullen we heel spawnpoort zetten? Ai. Ja, up, slapen. Turkey. Hele chat. Oh, nee. Oh. Nee, dat heb ik weer helemaal niet gezien. Ik heb nergens over. Oké. Thanks for sleeping here. Thank you. Let's go. Wat? Ja, dat gat, dat is net is gekomen. Dat hoorde jij, dat was dus wat jij deed. Dat even naar beneden. Hoppa. And I'm like an adventurer. Kut. Wat? Who is colored code? So white wool you burn. And red wool means that something should be put there. Oké. Wool is colored code. So white wool you burn. Red wool means that something should be put here. Mag je een redstone torch weghalen? Nee, maar ik heb een redstone torch. Oh, wacht. Dan mag je deze weghalen? Kijk. Nee, wacht. Nee, je mag die rode weghalen. Kijk, daar moet je nu die redstone torches. Kijk eens. Wat? Oh, ik ben één genius. Zie je hoe goed. Wacht. Nou, we weer een redstone torch. Ja, dat kan toch? Oké. Ja, die was waarschijnlijk. Oh, kijk uit, pressure plates. Look out. Pressure plates. Right there. Look out! Zo. Oké, ik ga er tussen springen. Nee! Sukkel. Nee! Auw! Ah. Hier is water. En door, daar is water. Paard. Hé, daar staat naar beneden. Wat? Chest. Is een chest? Awesome. Aha. Print. Loser. Wat zit erin? Loser. Ik heb een iron sword. Wat jij vanaf nu voor? Kijk uit, pressure plate. Saving, done. Oké, dat ging mogelijk snel. Oké, loop door. Oh. Die, you foul creature. Hier mogen we die redstone torch weer plaatsen, denk ik. Plaats hem eens. Ja, hier is nog wit wol. Die mag je... Ja, die mag je burnen. Maar plaats hier die redstone torch. Even kijken, hier.
Ja, daarin. Nee, erin. Nog bovenop, zeg maar. Niet? Er zat daar een rood blokje. Ja, misschien moeten we hem hier plaatsen. Of misschien moest je er bovenop plaatsen. In ieder geval doet hij het. Kijk. Wat is de bedoeling dan? Nou, kijk, hij is nu open. Hij is open. Hij is open. Dit ding is open. Oh, goeie. Dat is de bedoeling, denk ik. Oké, dat zal wel. Oké. Burn, baby, burn. Freaking epic. Oh, je mag naar beneden. Hey, idioot. Wat? Je bent naar beneden. Au! In de fik. I don't like being on fire. My sex is on fire. We zijn gewoon weer verder. Don't fall, seriously, don't. Oké. Okay. Hier is een wit blokje. Ik ga dit blokje in de vuur zetten. Oh ja. En fik. Als ik uit is lava. Ja, dat had ik al gezien. Yeah, buddy. Nee, dat deed je slim. Dat kan ik ook kunnen bedenken. Mag je een fik zetten? Oh, dat had jij ook kunnen bedenken. Oh, je bent ook slim. Nou, er moet daar wat geplaatst worden en dit kan weg. Ik heb echt zo'n gevoel dat het echt een val is ofzo, weet je. Laten we eens kijken. Misschien moet je hier weer zo'n torf plaatsen. Misschien moet je weghalen en dan een torf plaatsen. We zijn nu al één torch kwijt. Ik heb geen idee, misschien moet... Wacht, wat is dat? Je zit... Chest. Dat is niks. Potion of healing, TNT. Oh, misschien moet je hier TNT plaatsen. Ah ja, iets plaatsen. Het TNT mag je ook plaatsen. Wat zat hier? Had jij trouwens al een potion of healing? Ja. Ik heb er eentje. Nice, oké. TNT. TNT. En die redstone torch dan. Misschien moet je die dan zo. En dan. Oh, oh my god! Run! Kel, je kan niet doorlopen. We zijn moken goed. Moest kijken gaan. Moest gaan. Keep him gun. Oké, okay. Dat is dit. Ho! Ja, er komen zombies. Je hebt een iron sword. Come on, get it, bitches! Die komen uit die dingen of zo. Ja, dat zijn van die eggs. Dat hebben ze een schoen gedaan. Read dialogue 2. NPC dialogue 2. Hoe gaat het ding door? Hello, Mr. Snowman. You are not one of the stranded. You must be from the surface. This unit is designated RM238. You must continue down the path. There are those who wish to speak with you. You do not have long. I can hear the enemy is closing in. Go! Kill ze! Kill hem te gaan! Moeten we hier naar boven? Is hier boven? Komen de mensen aan? Wat? Ja, is een chest. Met arrows. Yes! En een bow! Die is voor mij! Is er nog meer? Ja. Hey. Go! Kijk uit! Kijk uit! Doe die deur in rennen. Ja, nee, maar ik moet die skeleton moest ik doodmaken. Ik wil eten. Wat mochten we iets plaatsen? I don't know. Misschien moet je rennen. Hey, wacht, kijk. Ja, ik ben ook slim. Let op. Zie je dit? Wat nou als... Kijk. Holy shit. Maar wat nou als we er wel in zijn waren gesprongen? Want er nou. Is daar volgens mij beneden wel een gat. Nee, we moesten het zo doen. Ja, maar als we er wel in waren gesprongen. Nee, we moesten het zo doen. Wat is hier? Even kijken. I don't recommend running across. Maar het kan dus wel. Hij zegt, I don't recommend. Dus hij stelt het niet voor. Maar het kan dus wel. Ik zou eerst dit bol even... Ja, even dit... Oh nee, wat een douchebag.
dat is normaal. Excuus. Ja, hier zit absoluut niks. Stone. Gast. Mhm. Is hier een ladder? Echt? Wat nou als we er wel? Misschien moesten we er wel eerst in. Nee, waarschijnlijk was het gewoon die ladder als je erin was gevallen. Aan de kant, ik verzuim. Nee, waarschijnlijk was het zo als je erin was gevallen. Dan had je die ladder om uit te komen. Oh ja. Nee, ik ga het gewoon een gokje wagen. Misschien is aan de andere kant. Inderdaad. Krijgt Potion of Healing. Dat heeft, geeft toch regeneration? Oh nee, niet. Instant heal. Nee, één go. Is er water? Nee. Misschien moet je terugrennen. Ik denk het niet. Wat kan je daar doen? Ja, waar hier, was hier vol. Oh, wacht, hier, kijk. Hier kun je doorheen. Dan zie je. Nee, niks. En je moet er wel doorheen. Ja, maar er is hier water. Dus misschien moet je terugrennen, zeg maar. Nee, ik zou niet terugrennen. Ik denk dat als je eenmaal aan de kant bent, dat je daar moet blijven. Er is hier nog water. Maar je gaat niet dood. Oh jee, de regeneration staan aan. Moet ik ook langs rennen? Ja, rennen we doorheen. Als een rekke jaart er doorheen, joh. Maar eerst. Read translation note. Translation note. Wanneer stop je met fikken? Dat weet ik niet. Ja, nee. Oké, wat staat er? Oh, dus één lab tekst. Oeh. Oké, ik ben er klaar voor. Oké. The old ones, as we know, built them cities. They built cities in the part of the world out of stone brick. Our latest estimates suggest that they lived around 200,000 years ago. They seem to be a highly advanced culture. Is it from their ruins that we first learned the electricity properties of redstone? What is in use was that there is no evidence of a time where they were first developing. All of the ruins found appear to be around the same age. Colors were the major part of the culture, and often they would use colors instead of writing in part of the ancient cities. Here's a brief translation of some of the most used colors. Dark blue is representative of water or the ocean, if translated literally. Pink is represented animals, people and life. Light green is an interesting one. It does not mean plant, as commonly believed. It's actually representing destruction. Welke kleur zijn nou net? Dus even kijken hoor. Roze donker, is... Nee, wacht, je zei eerst donkerblauw. Donkerblauw, donkerblauw is water. Ja, nee, maar dat boeit me niet. Gewoon de kleuren, ja. Een kleurvolgorde. Dan roze, dan lichtgroen. Lichtgroen. Straks gaat hij. Dan bruin. Dan lichtblauw. Dat is deze toch? Ja. En dan... Oh. Nou, we kunnen erin. Zie je? Holy shit. Maar ook goed. Jezus, doe maar. Choose the right one. Ik kies weer rechts. Right. Oh. Nou, we choose the right one. Oké. Okay. Right. Ik vind het wel komisch. Ja, ik ook wel. Ik kan er wel om lachen. Ik kan er wel om lachen. Oké, boeken. Wil ik eigenlijk ook wel weten wat die ander doet. Waarschijnlijk schiet die. Zou ik het doen? Ja, dan zou ik meteen naar beneden springen. Oh, ik ken het niet zo die ik net doe. Vlakken. Nee. Wat ik eerst even kijken wat er al in beneden is. En... Oh ja, bookcases mag je ook... Ja, klopt. Maar hier moet je doorheen. Straks... Nee, ik sta aan de fik. Oh my god, ik sta aan de fik. Hier is water. Yes. Let's go. Let's go. Misschien is er nog wel een hidden chest. Nah, no care. Hey, hier moeten we denk ik omhoog. 3, 4.
een ladder. Haalt ze vast. Hé, hey, wacht eens even op mij. Ik ben boven. Hallo. Wat zit er in de chest? Oh, nog een ladder. Holy crap. Oké, okay, het was goed dat we daar niet op hadden geklikt. Kom maar eens door. Ik kan al veel verder. Ja, je moet een beetje rustig aan doen. Ik ben niet zo snel. Nee. Oh, je bent boven. Ja joh, je moet doorlopen. Ja, moet gewoon opschieten. Help me eens. Nee, je bent gewoon slecht. Opschieten. Het is niet zo moeilijk als het lijkt. Ik deed het één keer. Ja, ik twee keer. Oeh, veel bijna. Acht keer. Ja. Dude, schiet nou op. Oké, okay, ik heb al wat in de kist zat heb afgepakt. Ja, en ik dan? Ja, dat maakt me niet uit. Even kijken, read dialogue 3. It's a big ugly. 3. Even kijken. Oké. Okay. You have been expected. This unit is designated DM-104. I have become trapped here. I require assistance. Would you please pull that lever and I will be able to leave this small room. Be warned though. Pulling that lever will alert the enemy to your location. Pull the lever and I will hold them off if you can proceed along the path. Okay, yeah. Meteen naar binnen rennen en ja. Aan de kant. Dat ben je niet. Zijn fake. Run. Run, bitch. Run. Waar ren je eigenlijk naartoe? Ik ren hem erin. En die vijanden zijn nu alweer... Nou, ik wil het veel sneller. Je mag het verbranden, dat is hetzelfde principe. Let's go. Oh, wacht, ik snap het al. Kijk. Kijk, daar heb je wel daarvoor. Kijk eens. Misschien, kijk eens. Hop. Hop. Oh, die had je in die kist. Ja. Let's go. Hey, ik hoef niks te doen. Oh, wacht. Hopsa. Hopsa. En niet moet met jou zijn, maar mijn flint en stuur is bijna... Ja, dan moet je niet zoveel verbranden. Even kijken. Waarom niet? Oeh, dit is een leuk plekje. Wat is hier beneden? Oh, wat is hier beneden? Yes! Ik heb een kist met 3 iron ingots. Fuck yeah. Oh, hey, 3 iron ingots. Kijk toch flint en steel? Nee. Even kijken. Ik ben wel gewoon door moeten lopen. We hebben in ieder geval een crafting table hier. Wat moet ik doen? Oh, ik snap het al. Kijk. Ik ben moker slim. Ik ben nu al moker slim. Wat mis ik wat jij niet mis? Kan ik kijken wat jij doet? Nee. Let op. Zie je wat ik in mijn handen heb? Een bucket. Juist. Pak wat water. Let op, hè. Daar komt de truck. Hier beneden zit een redstone torch. 1, 2, 3. Ja. Haalt ze vast. En de weg is de redstone torch. There you go. Read NPC dialogue 4. Oh, we hebben nog een dialoog 4 ook. Oh, dit is een grote. Greetings, surface dweller. Don't worry, you are safe here. We had hoped that the explosion that uncovered this room would bring someone that are the first to make it this far. But the situation has never been more desperate. I'm Unit 001. I oversee the operation of all mechs. It was both the first and the last outpost of Stranded. Yeah, prima. When you're ready, you must take the path behind me and put a stop to this. Oh, het is blijkbaar iets slechts en als we dat niet stoppen, dan gaat het ook erg verkeerd. Dit keer jat ik gewoon alles uit die kist. Huppakee. Wat zat erin? Ja. Read entry log 3. Kill, dat zijn allemaal ook veel. Dat zijn allemaal. Hier ook gold en... Minecart.
Nou, je hebt een Enchantment Table, maar ik kan niks enchanten. Ik ben echt mogelijk slecht. Of we gaan gewoon deze mannetjes killen. Krijgen we dan ook XP? Nou, ik zou het niet proberen. Ja. Moeten we even slapen? Ik heb nu sowieso met Smite. Oeh, kijk. Ik lig in bed, joh. Ja, ik pak even een andere. Goeie moment al. Support nu het koekjesavond op de tering koekje en krijg er één gratis. Nice. wat een creepy mensen. Ding. Ze stonden te kijken hoe ik sliep. Ja, dat okay. Mij ook. Play suggest as music one. Ja, doe het, is copyrighted. Let's go. Moeten we die log entries nog niet? Nee, dat is allemaal, dat zijn van die vertalingen van hoe het. Wee. Oh crap. Oh. Let's go. Dan maken we onze eigen muziek. Wow, 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 wow. Oh, I need to render the this. Oh crap. Okay, we have a long. You have arrived. Let's go. No, stay here. Yeah, jump. Bij mij lijkt het net zo fijn. Ik ben naar beneden gesprongen. Gold. Je kerst met TNT. Ik heb TNT. Gelijk. TNT. Oh, hier is mijn. En een redstone torch. Awesome. Hey, een diamond. Hier kijken. Run! Oh crap. Hey. Ik heb iron, een block of iron. Oké, die old peep, die gaan people, die zijn wel hypermodern. Het zijn gewoon aliens. Ja, waarschijnlijk wel. Read dialogue 5. This is unit DM-104. You help me now and I will help you. Open the door and the room will fill with monsters. But we are here to help them drive back to that small place they came from. You go and activate the shelter to shift them. Good luck. Nee. Show me the wolf. Nee! I died. I should come back real soon. Gelukkig hebben we geslapen, toch? Ja, yeah, top. Oh, het zit altijd XP. Ja, kom maar aan. Dun 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 dun. Oké, even kijken, wat gunnen we Bjorri? Dat gunnen we hem. Wat? Dat gunnen we hem. Die wil gewoon mijn spullen teruggeven dan. Die gunnen we hem. Die gunnen... Moet ik het niet terugpakken? Ja, yeah, daar ligt wat. Rotten flash. Oh, thanks. Hier ik krijg wat. Oh, thanks. Mag ik mijn smite terug? Hier flint of steen. Stone, die mag je ook wel. Hier heb je nog stone. Zeker. Ja, en die bow and arrow waren ook. De bow and arrow wel gewoon teruggeven. Heb je nog wat? Nou, ik heb één torch en ik heb een waterbucket. Moet ik die wel halen? Ja, ook wel. Ik heb snowballs. Okay. Dat zijn ook nog wel handig. Wat moeten we hier doen? Oké. Heb je potion of insta healing? Dit super vet. Je hebt redstone of nee? Ik heb redstone. Link hem door, zodat de deur open gaat. Even kijken. Die gewoon hier en daar. Waar? Daar en daar. Hier en daar? Ja, daar en daar. Dat kan ook. You should read destruction notes again. Oh, wacht. Groen is destruction. Kom maar naar. Toch? Licht groen is toch destruction? Ja. Maar zwart is death. De zwarte. Nou, wat heb je gelezen dan? Ja,
Oh, oh, er komt een zombie. Ja, ik zei toch. Wat? Knuffel. Oh, jongens. Is dit de bedoeling? Ja, nee, die groene, dat duurde dus gewoon voordat we weggingen. Die groene heb ik ingedrukt. En groen zorgde voor... Ik wist niet eens wat de bedoeling was. Groen was explosie, dat heb ik gezegd. Destruction, groen was destruction. En ik heb groen toen ingedrukt en eigenlijk had het meteen weg moeten gaan, want het ontploft. Maar wij bleven er staan. Oh. Op die fiets. Dus dat was niet zo heel erg slim. Ben je alweer onderweg terug of wat? Ja. Dat kan. Maar, ja, gaan we nog verder? Ik ga even kijken of we nog verder we kunnen. Ik ga gewoon even verder kijken als het kapot is allemaal, dan lijkt mij dat het ophoudt. Eigenlijk. Ja, man. Dan hebben we gefaald. Nee, want volgens mij was dit het laatste stukje. Je moest het ding opblazen en dan had je volgens mij objective complete. En dan was je echt één boss nou. Dat principe. En dan hebben we al deze golems en mannetjes gered. Ja, dan zijn we heroes. En even kijken. Oh, crap. Dat is een heel groot gat. Kun je er doorheen? Oh, holy. Ik zie ook echt helemaal... Oh, crap. Creepers. Dat hoor ik. Holy crap. Ja, ik ben... boven. Geen idee wat dit... Oh, wacht. Dit is de tijdklok. Moet de andere kant op. Onze spullen zijn in ieder geval weg. Dat, Oh, echt? Dat is... De explosie. Ik heb even een klein trapje gemaakt. Ja, you're gonna die. Oké, ik ga hem eentje verder. Begrijp ik nu. Even kijken. Oh, hier gingen van die timers af. En dan had het achter ons afgegaan. Dat is wel ziek geweest. Heb je een minecart? Nee, zeker. Nee. Dat het wel ziek geweest en hadden ze achter elkaar afgegaan, dan hadden wij Moker tof geweest. Oké, nou voor de mensen die deze map dus nog een keer gaan spelen. Oh jongens, wat is dit slecht. Kijk, hier gaan ze dan ook af. Ja, zie je? Die nog met die. Ja, ze waren allemaal afgegaan. En dan hadden we fucking coole features en zo. Oh my god. Kijk, hier zitten dan al die TNT blokken. Dan langs gegaan en dan was het. En dan hadden we ons omgedraaid. Zo van, oh my god! En dan was iedereen zo van. En dan waren wij zo van. Yeah! Precies. Dan waren we hier bijna bij het uitgang. Zo van. En we dachten van. Oh nee, we gaan vast en dan zie je allemaal al TNT naast je. We gaan dood. En dan, oh my god! En dan waren we niet dood gegaan. Weet je wel. We waren gewoon doorgegaan. En gewoon door, door en door. Gewoon, like a boss. Like a boss. Wat is dan nou creepy met dat voetje op? En dan denk je nu van... Place your chest music 3. Dat is dus dat Indian Jones deuntje. Made by Patrick from New Zealand. Oh, die heeft het dus gemaakt. Hey, Patrick. Patrick the star from New Zealand. Thanks to Mike for testing it. And to the people who made and played Adventure Map. Congratulations and thank you for playing. Gest. We hebben het gewoon gehaald. In principe wel. Ik ga even dialoog 7 voorlezen nog. Dat staat hier. Dit is die dude die we... On behalf of all of us, I thank you. You're welcome. You have saved us all. As well as many others on the surface. Now you may do as you please and we are finally free. We hope to see you again someday. Many of us will probably find a quiet village and protect the people there against anything that threatens us. Goodbye. Nee, ik wil niet dat je weggaat. Ik wil een knuffel. Ah. Nee, geef mij eens een minecart. Die heb ik niet. Die heb je straks wel waarschijnlijk. Want? Ik hoor je typen. Ik heb... Nee, helemaal niet.
Nou, spanner is 1. Kan dat? Ja. Oh ja, wacht. Ik was er mee bezig met hem. Waarom valt hij niet terug aan? Ja, zie je wel? Ik heb wel. Ja, geef mij er ook eentje. Hier, wacht, wacht. Nee. Nee. Nee, nee. Yes! Gast. Dun, dun, dun. Ik wil er ook. En deze gaat af. Nee. Nee. Ja, oké. Okay. Ik denk dat het tijd is om. Hey. Het is één view. Ik denk dat het tijd is om afscheid te nemen. You think? Dat denk ik, ja. Het is wel lang tijd. Alles maat op. Gast. Ik wou het zien. Ik vind het niet leuk. Maar ja. Nee. Dit duurt te lang, echt. Oké, hey, als jullie dit filmpje leuk vonden, of ook al vonden jullie het niet leuk, laat even een groen duimpje achter. Ja, dat maakt gewoon of niet uit. Als jullie Burien ook klootzakken, dan mag je ook een groen duimpje vinden. Weet je. En vergeet ook niet lekker te subscriben. En misschien tot de volgende keer. Wie weet. Misschien falen we dan niet zo. Maar goed.